De voorbereidingen om de drinkwatervoorziening in vooral Groot Paramaribo te verbeteren is al geruime tijd in volle gang. Dit deelde ad interim minister Kenneth Amoksi van Natuurlijke Hulpbronnen de Nationale Assemblée afgelopen donderdag mee. Het gaat om een project waar 7 miljoen Amerikaanse dollars voor is uitgetrokken. De bewindsman gaf daarmee antwoord op vragen van het lid Harriet Ramdien. Hij liet ook weten dat er reeds een eerste aanbesteding is gehouden. Met als resultaat de gunning aan een leverancier voor het leveren van het materiaal. Deze leverancier heeft reeds 2 bestendingen aan materiaal binnengehaald. Voorzitter, in een bilateraal overleg met de collega van Financiën en Planning is bevestigd dat de financiële middelen veilig zijn gesteld. De betaalovereenkomst is reeds getekend door de SWM, de leverancier, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het ministerie van Financiën en Planning. De betaling zal conform de getekende overeenkomst geschieden. Na ontvangst van de financiële middelen zal de aannemer het materiaal aan SWM overhandigen. De bewindsman zegt dat de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM 3 tot 4 weken voor de uitvoering van dit deel van het project heeft uitgetrokken. Het betreft hierbij de vervanging van de bronpompen om de waterdruk weer op peil te brengen. De aanbesteding van het tweede deel van het project zal nu worden uitgevoerd. Voorzitter, ten aanzien van de Tilakdariweg in het district Kommerwijnen moet ik u aangeven dat de regering nu goedkeuring heeft gegeven voor het uitvoeren van dit project samen met 6 anderen in dit district. De projectvoorstellen en raadsvoorstellen zijn onlangs voorbereid en gestuurd naar het ministerie van Financiën en Planning. Voor de uitvoer van het project zijn de financiële middelen ook veiliggesteld volgens het ministerie van Financiën en Planning. Amoksi zei dat ook in andere gebieden van Kommerwijnen de watervoorziening aangepakt zal worden.